misschien moet ik dat dat hier zeker geen geluid of zoiets maakt. Dag Griet. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt zo een beetje onwennig, hè? Ja. Het is nu een vuistje, een elleboogje. En ik zie het niet altijd aankomen, dus nee, jij moet op mij een vuistje pakken. Van welke afstand kun je het zien? Ik zie alles scherp, maar enkel recht voor mij, 5%. Ah ja, oké. Okay. Ja. Blind Date is een podcast van de Belgische NGO Licht voor de Wereld. Al 25 jaar strijdt deze organisatie tegen vermijdbare blindheid in Afrika. In deze podcastreeks ga ik elke week op date met een voor mij onbekend persoon en babbelen we over het leven met een visuele beperking. Kom elke aflevering meer te weten over inclusief onderwijs, oogproblemen bij kinderen, de verschillende oogaandoeningen en hoe een visuele beperking je niet moet tegenhouden. Wil je alvast meer weten over de werking van Licht voor de Wereld of wil je een zichtbaar verschil maken? Check dan zeker de website lichtvoordewereld.be of een van onze sociale mediakanalen. Veel luisterplezier. Dag Griet, welkom. Superfijn dat je erbij bent. Je ziet er ook goed uit. Merci. Voel je je ook goed? Ja, eigenlijk wel. Ja, want de laatste keer dat ik jou op tv zag, waren dat iets mindere beelden. Hè? Toen werd je afgevoerd na je werelduurrekord poging. Dat is toch het laatste wat ik heb gezien? Dat klopt. Ja, ik heb mij volledig leeg gereden, eigenlijk. Ja, dat was het. Niet meer of niet minder. Nee, er zijn al een paar onderzoeken bezig, maar het ziet er niet naar uit dat er medisch iets mis is. Je gaat het normaal gezien niet nog eens voor hebben. Nee. Je bent gewoon zodanig in je hoofd bezig met werelduurrekord. Ja. Dat je zo scherp mogelijk wilt zetten. En uw hoofd zegt sneller, sneller, sneller. En ik luister niet meer naar mijn lichaam, dat zei ik, kan niet meer. Nee, het is ook niet niets natuurlijk, hè? Een uur vol een bak, volle gas. We waren nogthans echt perfect voorbereid. Ja. Dus we weten niet hoe dat er fout gegaan is. Een beetje uitdroging. Ja. Uitputting. Ja. Oké, zolang er niks is op de lange termijn, klinkt het al beter natuurlijk. Ja. Ben je al aan het denken aan een nieuwe werelduurrekordpoging? Nee, denk niet dat we dat gaan proberen. Het was een mooi project. Ja. We hebben ervan genoten om er naartoe te werken. We zijn 5 minuten te kort gekomen voor ja, de zonde, tijd. Hè? Jullie waren er echt maar, bijna. Maar goed, we kunnen niet zeggen dat we ons best niet gedaan hebben. Nee, absoluut niet. Dus denk ik dat we het daarbij gaan laten. Oké, andere doelen. Andere doelen, ja. Oké, maar daar gaan we het later zeker nog over hebben. Maar laat ons misschien beginnen bij het beginnen, want ik val nogal met de deur in huis. Voor de mensen Griet Hoed niet zo goed kennen. Het zou vreemd zijn, want ondertussen kom je wel regelmatig op tv, toch in de sportprogramma's. Ja. Vertel eens, wie ben je, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Ik ben Griet Hoed, dus ik ben eigenlijk opgegroeid in Wetteren, dichtbij Gent. Ik heb een zeer gewone jeugd gehad, want ik heb pas op mijn 28e ontdekt dat ik een oogziekte had. En ik woon nu in Gent ondertussen. Ik ben onderwijzeres. Ik geef nu tijdelijk geen les wegens de sportcarrière. Ja. Maar de bedoeling is om terug naar het onderwijs te gaan nadat de sport voldoende geweest is. De leeftijd laat niet toe om te blijven doorgaan met een topsportcarrière. Wanneer ben je daarmee begonnen trouwens, met de sportcarrière? We zijn begonnen 7 jaar geleden. Ja. Heeft dan alleen degene die piloot is mij gecontacteerd om te proberen of dan wil ik niet van achter op de tand aan wou zitten. Zij had al ervaring met andere slechtzienden en had het gevoel dat ze meer kon bereiken als iemand had die wat jonger was en sterker. Ja. En dan zijn we samen 7 jaar lang. En nu zijn jullie profs dan? Nu zijn wij profs. We hebben een contract bij Sport Vlaanderen. Oké. Zoals de andere atleten. Oké, top. Ja, een mooie wending die je misschien niet had zien aankomen toen die diagnose kwam. Want je zegt, diagnose van een oogziekte op je 28e. Ja. Moet serieus schrikken geweest zijn. Dat was schrikken, sowieso. Maar goed, ik ben iemand die niet panikeert. En je krijgt de diagnose en dan heb je maar één ding te doen, dus daarmee leren leven. En kijken welke aanpassingen dan nodig zijn. Mm-hmm. Het is een ziekte die achteruit gaat langzaamaan. Dus mijn gezichtsveld verkleint altijd maar. Ja, hoe heet de ziekte precies? Retinitis pigmentosa, is de naam van de ziekte. Ja.
Dus het is eigenlijk een zwarte vlek die heel groot wordt. Iedereen heeft een kleine blinde vlek. Ja. En bij mij is die zeer groot. Okay. Waardoor dat het alsmaar enger en enger wordt. En eigenlijk is in de volksmond is het tunnelzicht. Ah ja. Ja. Oké, okay. En hoe snel gaat dat bij jou? Is dat iets wat je echt elke dag ziet verslechteren? Nee, eigenlijk gaat het bij iedereen aan een ander tempo, maar bij mij gaat het eigenlijk tamelijk traag. Okay. En blijkbaar gaat dat in fasen, maar ze kunnen niet zeggen wanneer dan de fasen komen. Soms blijft dat een hele tijd, jaren, stabiel, ja. En dan gaat dat weer wat achteruit. Maar ik kan dat niet zelf waarnemen. Okay. Ja, ik kan dat, als we na enkele jaren weer een test doen, ja. Dan kunnen we zien waar dat er nog weg is. Maar mijn hersenen vullen eigenlijk de ontbrekende delen in. Ah ja, oké. Okay. Dus eigenlijk je leert daar ook wel beter en beter mee omgaan dan? Eigenlijk leef ik wel in een fantasiewereld, want hij is niet echt hetgeen dat ik zie. Jouw hersenen vullen dingen aan. Mijn hersenen vullen de lege plaatsen op. Ja. Straf wel. Ja. Ja. Heel vreemd. Ja, maar ook wel goed. Slim, ja. Van die hersenen. Dat zorgt ervoor dat je een soort beeld hebt, maar ik weet dat dat niet correct is. Ah, ja. Ik zie een tafel, maar ik zie eigenlijk het einde niet. Het zijn een soort kleuren dat het doortrekt. Je vult in wat er ontbreekt. Je vult in wat er ontbreekt. Het is niet dat zwart zie. Nee. Ik zet daar iets in de plaats. Oké. Okay, maar geen concrete voorwerpen. Hè. Zo creatief zijn mijn hersenen niet. Het is een soort kleuren die doorgetrokken worden. Oké, okay. En als je mij nu ziet, bedenk je daar dan ook nog iets extra bij? Of wat zie je dan precies? Het is een beetje alsof ik door u heen kan kijken eigenlijk. Als ik nu naar u kijk, als ik in uw ogen kijk, ja. Dan zie ik maar tot aan uw neus. Nu zie ik uw mond, omdat ik wel zak. Ja. En hierachter is het donker. Ja. Dus, maar dat is ook sowieso. Ja. Ja. Dus kijk ik precies een beetje door u voor de rest. Okay. Het is niet dat ik een lichaam boetseer in mijn hoofd. Nee. Toch een beetje magic. Het is zeer moeilijk te omschrijven of het is zeer moeilijk voor andere mensen om zich in te beelden wat dan we zien. Ja, inderdaad. Eigenlijk gaat dat niet, denk ik. Kan je door muren kijken? Maar het is niet juist geen dat ik erachter zie. Nee, maar het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Is het een erfelijke ziekte of is het een slecht lot? Het is een erfelijke ziekte. Okay. Want mijn broer heeft de ziekte eigenlijk ook. Ah ja. Ja. En mijn zus niet. Dus het is niet noodzakelijk. Maar beide ouders moeten drager zijn van de ziekte. Dus mijn ouders hebben het niet, maar zijn drager. Ja. En de combinatie van de twee heeft ervoor gezorgd dat wij deze ziekte hebben. Ja. En hoe sta je daar nu tegenover? Hoe kijk je daar tegenaan? Ben je daar helemaal oké mee? Heb je daar vrede mee? Of wringt dat soms nog op bepaalde dagen? Het wringt niet meer. Maar het is wel zo dat je altijd stapsgewijs dingen moet afgeven. Ja. Dus eerst, een dokter zei, je mag met geen auto niet meer rijden. Ik heb lang met een auto gereden. Dus ze nemen nu zelfstandigheid af. Ik heb mijn eigen, ik denk dat ik toen gezegd heb van binnen 3 jaar wil ik echt mijn auto weg. Want mijn gezicht verslecht niet van dag op dag. Maar ik denk na een half jaar of een jaar heb ik die wel weggedaan. Omdat het idee dat je iemand omver rijdt, omdat je die niet gezien hebt, omdat je een ziekte hebt. Denk dat ik daar veel moeilijker mee zou om kunnen dan eigenlijk met de ziekte zelf, ja. Er is alternatief. Ik heb al lang nog zelfstandig gefietst met een plooifiets. Ja. Ja, ik fiets nu ook niet meer zelfstandig, want ik rijd de mensen omver. Kinderen, vooral kinderen, vallen uit mijn beeld. Ah ja, ja. Dus ik heb wel mensen omver gereden in de stad. Ja, nee, niet maar bewust. Goed, nee, die hebben daar ook geen... Nogmaals jouw excuses aan die bepaalde personen. Absoluut. Ja. Die zijn ook zeer kwaad geweest. Ik heb dat zomaar laten passeren. Ja. Maar ja... Die hebben niets lijfelijk, geen lijfelijke schade, geen fysieke schade daarvan ondervonden. Hè? Gelukkig, nee. Dus nu fiets ik niet meer. En zo zie je dat je altijd dingen moet afgeven. Dingen die je niet meer kunt. En dan maakt het altijd een beetje moeilijk. Ja, en je weet ook dat dat gaat blijven komen natuurlijk. Dat gaat blijven komen, ja. En is er of gaat er een moment komen dat je echt helemaal niks meer ziet? Voorlopig zijn de voorspellingen dat er toch recht voor mij, dat dat nog een beetje zal verengen, maar dat dat niet helemaal weg gaat gaan. En ik heb superveel geluk, omdat geen actie zie ik scherp. Als je dan ook nog een keer een troebelzicht hebt, ja, dan zie je dan maar in een gezichtsveld een klein stuk en dan zie je het niet scherp. Dat is vervelend.
En doordat ik scherp zie, kan ik bijvoorbeeld nog boeken lezen. Ah ja. Omdat ik zie wel drie lijntjes. Ja. Gelijk een kindje, schuif ik mijn latje. Ah ja, oké. Okay, yeah. Omdat ik begin en het einde van een regel niet zie. Dus dan ben ik anders altijd mijn kluts kwijt. Maar zoals de kindjes het leren, zo gaat het perfect. Als je schuift, dan kun je gewoon het lijntje. Okay. Ik lees trager dan iemand anders, maar dat is niet zo erg, denk ik. Maar het lukt nog wel. Maar een film kijken bijvoorbeeld is moeilijker geworden, omdat ofwel lees ik de ondertitels, ofwel kijk ik naar de film, en dan nog heb ik vaak personages niet gezien. Mm-hmm. Ja, waardoor dat ik delen mis en dat ik soms de essentie kwijt ben. Of ik herken ze niet meer, van is dat nu dezelfde? Ah, ja. Dus dat is goed als ik met twee kijk, dat ik zo wat vragen kan stellen tussendoor. Ja, er zijn oplossingen. En je zegt ook een geluk bij een ongeluk. Ik denk dat je heel erg goed bent in het zien van die positieve zaken te midden van iets wat eigenlijk niet zo heel erg fijn is. In mijn hoofd heeft iedereen iets. Wat is de standaard van een mens? Bij mij is het iets duidelijker omschreven. Ik heb sowieso slechte ogen. Ja. Maar andere mensen sukkelen met andere dingen, denk ik dan. Ja. En iedereen moet met iets omgaan. Ja, ja. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd eigenlijk dat er veel slechtere ziektes zijn dan de ziekte dat ik heb. Dat is een goede manier om het te bekijken. Ja. Jouw broer bijvoorbeeld, gaat hij er ook zo mee om? Ondertussen wel. Ik denk dat hij het iets moeilijker gehad heeft om het te aanvaarden, mm-hmm, en om dingen aan de kant te zetten. Maar ondertussen heeft hij zich daar ook bij neergelegd en hem aangepast. En doet hij zoveel als mogelijk. We zijn alle twee zo zelfstandig mogelijk. We trekken alle twee ons plan. Ja. Ja. En als het niet lukt, dan is mama daar. Ja. Voor transport, onder andere. Dat is er vandaag ook bij. Hè? Ja. Ja, je moet sowieso terugvallen op mensen en op de goodwill van mensen. Maar ik heb een goede familie, ik heb goede vrienden. Denk dat ik mag van geluk spreken, eigenlijk. Ook daar weer. Ja. Ja. Een goede piloot ook. Je hebt het al genoemd, Annelien. Ja, ja, ja. Heeft het fietsen jou heel erg geholpen in de verwerking van de ziekte? Of gewoon om te focussen op iets anders en daar dan weer iets uit te halen? Ik ging vroeger heel veel op reis. En eigenlijk, mijn broer woont in Brazilië. Ja. En ik had gedacht van, goed, voordat ik helemaal blind ben, stel dat ik helemaal blind word, wil ik nog een stuk van de wereld zien. Dat was eigenlijk mijn belangrijkste ding. En dan ben ik op reis gegaan, ben ik bij hem een hele tijd gaan wonen. Ik heb in Zuid-Amerika dan rondgetrokken. En toen kwam dat mailtje van Annelien, van zou het niet zien zitten om om met een tandem te fietsen. Het zijn internationale wedstrijden, zei ze. En ik dacht, kan dan maar op een fiets zitten en mag er nog bij op reis gaan. Internationaal, ja. Interessant. Ja, en had je daarvoor dan al gefietst? Was wielrennen jouw ding toen nee, al? Nee, nee. Ik had aanleg. Omdat als vrienden bijvoorbeeld, we gaan naar de zee, zouden we niet met de fiets gaan? Griet, ga je mee naar een fiets? En ongetraind kon ik makkelijk reeds mee met die man. Af. Ja. Waardoor dat ik wel wist dat ik wat aanleg had. Ja. En toen ik dan terug was, ben ik daar met mensen binnen over spreken. Dus zij had ook al direct Paralympische Spelen laten vallen. Maar ik geloofde dat zelf niet dat dat mogelijk was op dat moment. Ik woog 20 kilo meer. Ik dacht, goed, ik wil dat wel een keer proberen. En dan zijn er testen afgenomen. Ja. En bleek wel inderdaad dat ik aanleg had om te fietsen. Ja, slechte ogen, maar hele goede benen. Bij hele goede benen, voilà. Ja. En dan zijn we begonnen. En dan neemt dat over. Dat begint mij af en toe te trainen. En dan zeggen ze van, maar misschien kunnen naar het WK. De tijden zijn nu nog niet zo hoog. En dan begin je daarvoor te trainen en dan krijg je een doel en dan past je leven aan. En voordat je het weet, zit je in een... Ik heb er niet over nagedacht op voorhand. Dat is iets dat mijn pad gepasseerd is. Ik heb dat meegepikt eigenlijk. Je bent op de trein gesprongen en je bent er niet meer afgestapt. Nee. En ondertussen kan je dus de sport en het reizen combineren. Wel, dat reizen is zeer ontgoochelend. Is waar, Je bent toch al bijvoorbeeld naar de Spelen in Rio geweest. Ja, maar je ziet niet veel meer dan het hotel en de piste waar dat je moet gaan fietsen. En een cirkeltje daar rond. Maar het
topsporters en reizen, dat is niet toeristisch. Daar, nee. Je ziet de streek helemaal niet. Er blijft te weinig tijd over. Ja, ja, ja. Dat is zeer gericht voor je doel te bereiken. Ja. Wat dat fietsen is. Ja. Ja, dat is niet erg, hè. Want dat is wat ik nu doe. En we doen... Ja, we hebben al mooie dingen bereikt. En daardoor doet het verder, hè. Gaan jullie nog door tot spelen in Parijs? Nee. Nee? Na Tokio. Ik had daar gelijk niet over nagedacht. Van wat gaan we nu doen nog tot Parijs? Ik had altijd op de lange baan geschoven. En Sport Vlaanderen. In het contract staat dat we een medaille moeten rijden. Voor ons contract moesten we een medaille behalen op de Paralympics. Dus ja, als er geen medaille was, dan werd ons contract sowieso stopgezet. En dan was het eigenlijk gedaan. Ja. Maar ja, we reden wel een medaille. Ah, ja. Ja. Dus toen moest ik zelf beslissen van wat gaan we nu doen? Ja. Gaan we nu verder of stoppen we ermee? En Anneleen wou heel graag, eigenlijk wil die wel nog tot Parijs doordoen. Maar ik zit niet zitten om al die opofferingen te blijven doen. Uw sociaal leven ligt stil. Ja, alles draait rond het fietsen. Gaan ze eigenlijk worden als atleet geleefd? En dat is iets wat ik nooit... Ik heb altijd zelf geleefd en zelf beslist. Ja. Ik vind dat helemaal niet erg, omdat dat een ervaring is die ik in de schoot geworpen gekregen heb. Hè. Wie kan dat zeggen dat hij naar de Paralympische Spelen kan gaan en dat hij daar een medaille behaalt. En dus, ik weet niet hoe mooi. Ja. Maar goed, ik denk dat onze leeftijd ons niet meer in staat stelt om daar nog grote prijzen te rijden of om het te evenaren. En ik wil liever dan stoppen op een moment voordat ze denken van die jouw kunt toch niet hoe meer mee. Hoe oud ben je? Ja. Hoe jong ben je, Griet? Ik ben 44 jaar ondertussen. In het wielrennen kan dat nog, hè? Zeker in het Paralympische circuit, daar zijn de mensen ouder om dan vaak op latere leeftijd het ontdekt wordt of door een accident of whatever. Dus, ja. Dus ligt de leeftijd sowieso een stuk hoger. Maar je ziet, de Spelen in Tokio zijn geweest. Er was een wereldbeker in Oostende. 11 nieuwe tandems die gekeurd moesten worden. Okay. Mensen tot 2003 geboortejaar. Oh ja, ja, die verschillen worden wel erg groot. Ja, als zij een optrainen en perfect begeleid worden, dan kunnen wij daar binnen 2 jaar niet meer tegenop, denk ik. Dus je wil liever stoppen op, dus een hoogtepunt. Op een hoogtepunt. En wanneer is en dat dan gepland? Het hoogtepunt is gepland in oktober. Dan is er een WK, een wereldkampioenschap in Parijs. Op de piste van de Spelen, eigenlijk. Oh ja. En daar willen we nog een keer er alles uit halen. We hebben nog geen wereldkampioenentrui. Het zou, ik weet niet hoe mooi zijn. Om zo af te sluiten. Maar het gaat heel moeilijk zijn. Want dat niveau gaat razendsnel de lucht in. Ja, zot, ja. Hè? Ja, echt zot. Oké, maar wel een fantastisch parcours dat jullie samen hebben afgelegd. Ja. Hè? Iets fantastisch dat in jouw leven gekomen is. Durf je al verder te kijken dan? Durf je al te kijken naar wat na oktober? Zeker. Het plan is dat ik terug ga werken op de school waar dat ik gestopt of onderbroken heb. Ja, 8 jaar dan onderbroken? Nee, we hebben maar een contract gehad. 3 jaar, het zal 3 jaar in totaal zijn. Ah ja, oké. Ja. Dus ik heb het eerst gecombineerd. En ik ga weer voor de klas proberen staan en we gaan kijken hoe lang dat ik dat kan volhouden. Zolang dat verantwoord is. Mm-hmm. Ik heb ook enkele collega's aangesproken van als je ziet dat er dingen gebeuren of dat eigenlijk toch niet meer verantwoord is omdat ik te weinig zie. Ja, dan ja lijkt moet mij niet evident om aan een klas dan in de gaten te houden. Mijn job, ik ga maar starten in september volgend jaar. Ja. Wegens, administratieve regelingen. Ja, en misschien ook wel gezond om even niks te doen of minder te doen. De plan is dat Sport Vlaanderen mij nog een flexijob geeft tot dan. Dat is fijn. Ja. Dat zou zeer fijn zijn. Dan zit ik nog een beetje in de sport en dan ga ik daarna terug naar het onderwijs zo lang als mogelijk. Misschien in ondersteunende uren, klassen ondersteunen, klassen overnemen. Maar ik ga geen klastitularis meer zijn. Nee. Je bent niet bang voor het zwarte gat, ook niet. Nee. Ik denk dat ik dat niet ken. Nee? Nee. Je ziet soms wel zwarte gaten. Ja, ik zie veel zwarte gaten, maar ik val er niet in. Ja.
Er is een buurtcomité waar ik actief in ben. Er is atletencommissie bij het Belgium Paralympic Comité, waar dat ik mijn schouders wil onderzetten, omdat daar niet genoeg uitgehaald wordt. Volgens mij, dat is iets wat ze moeten meenemen. Er zijn daar niet genoeg uren voor. Ze hebben iemand nodig die daar vrijwillig een beetje helpt om het te organiseren, denk ik. Ook bij G-Sport Vlaanderen gaan we een atletencommissie oprichten om de atleten beter te gaan ondersteunen. Ik ben afgevaardigde bij het BOIC atletencommissie om de link tussen het Olympische circuit en het Paralympische circuit, om die dichter bij elkaar te brengen. Dus ik ga achter de schermen voor de sport wel nog iets proberen betekenen. Ja, daar is nog veel werk, zo lijkt het. Er is al een zeer mooie evolutie in het algemeen. Zowel paracycling op de televisie, de media heeft hem daar meer achter gezet, waardoor dat we meer in beeld komen en dat de mensen weten van, dat is ook niet zomaar een beetje fietsen. Dus dat heeft naar waarde, hebben we daar wel heel wat gewonnen, denk ik. Ik hoop dat we veel mensen nog kunnen inspireren daarmee. En dan blijft de G-sport nog een beetje onafhankelijk van het Olympische of het Paralympische circuit. En het Olympische circuit doen hun best om langzaamaan meer raakvlakken te hebben en te zien dat er samenwerking mogelijk is. Soms doen ze, denk ik, exact hetzelfde. Maar ze weten het niet van elkaar. Ze weten het niet van elkaar. Ja, dus je wil die dichter bij elkaar brengen. En zijn er nog ook zaken waar dat je van denkt, van dat moet absoluut nog gebeuren, dat heb ik gemist als sporter? Goh, ik heb zoveel zien groeien al. Er is voor het wielrennen dan specifiek een Hans team ontstaan. Terwijl dat vroeger losse elementen waren. Een keer een kiné dan mee moest, terwijl ze zochten dan een kiné. Nu is dat een vaste kinesist, een vaste mechanieker. Ja, de vaste trainer, die is er altijd. Krijgen wij psychologische ondersteuning? Krijgen wij voedingsondersteuning? En dat wordt veel meer geprofessionaliseerd, waardoor dan de resultaten ook veel beter zijn dan vroeger. Maar dat moet ook, want in andere landen is het zeker even professioneel. Ja. En als je kijkt naar de Britten bijvoorbeeld, die zitten echt onder het British Cycling Team. Dat is niet meer gescheiden. En ik denk dat we daar zou je ook naartoe willen. En we moeten ook nog een link beter maken met onze Waalse vrienden. Ah ja, ja. Okay, daar wordt er ook nog niet echt samengewerkt. Ja. Ook nog werk aan de winkel. Nu, ik ga het niet allemaal kunnen, want veel hangt af van overheid. En ja, gaan we daar niet gewoon te veel een aantal praktische moeien. Zaken die in de weg zullen staan. Maar jij wil graag die verbindende persoon worden. Well, ja, een van de... Ik wil daarin helpen. Ja. Ik ga dat niet alleen kunnen. Nee. Maar ik voel openheid bij de partijen. Dus denk ik dat we daarop moeten inzetten. Absoluut. Voel je dat ook in de maatschappij in het algemeen? Dat er meer acceptatie is, meer goodwill om aan te passen? Voel jij je goed omringd, ontvangen in het algemeen, als je gewoon in het dagelijks leven staat? Ik denk dat wel. Ik probeer ook niet anders te zijn dan iemand anders. Ik ben gewoon Griet die niet goed zie. En daar is weinig aanpassing voor nodig. Als het donker is, ben stevig nachtblind. Dus als het donker is, dan moet iemand mij begeleiden. Ja, dan neem ik een arm vast. Maar je voelt ook, als ik bijvoorbeeld alleen, niet zo lang geleden, stap ik van een tram, heel dicht bij mijn huis, ken daar heel goed mijn weg, maar pikdonker. En er was een meneer die direct mijn arm nam en mij de brug kunnen overzetten waar dat licht was, waar ik dan kon zeggen van oké, hier kan ik verder met mijn stok. Dus er zijn superveel mensen die gedienstig zijn en hulpvaardig. Het wordt ook heel vaak gevraagd, kan ik u helpen? Gaat het lukken? In een station, aan een trein,
En je voelt je dan niet betutteld of zo? Je hebt graag dat mensen het... Ik word niet graag betutteld. Nee. Dus ik vind het fijn als ze het vragen. Ja. Omdat... Niet zomaar je arm vastpakken, maar eerst even checken. Wel, bij die meneer was ik dan wel heel blij. Want ik was echt aan het sukkelen en ik had niet zelf de spontaniteit om te zeggen van, kun je mij een keer helpen? Ik dacht, ik ga het wel kunnen. Dus je wilt altijd zelf, ik wil zelfstandig zo ver mogelijk gaan. Maar die meneer, dat kwam dan wel gekomen. Ja. Dat hij het zelf deed. En anders vragen het mensen. En dat vind ik ideaal. Ja. Dan kan ik zeggen van, nee, ik weet hier mijn weg. Hier lukt het. En... Ja, kunnen mij juist tot daar brengen. Zijn er andere zaken die we kunnen doen voor mensen die blind of slechtziend zijn? Dat je merkt van, oei, daar is precies nog wat gêne om iets te vragen of om iets te doen. Hoe kunnen we beter helpen? Hetgeen dat... Het moeilijkste is, dat is dan voetpaden die vrij zijn. Ja. Alle borden, bijvoorbeeld om niet te parkeren omdat er werken zijn, dat wordt niet op een parkeerplaats gezet, dat wordt op voetpad gezet. Klopt, ja. Fietsen, ik woon in het centrum van Gent, de voetpaden staan vol met fietsen, de vuilzakken, het alles. Ja. Dus een voetpad is eigenlijk nooit vrij en dat is lastig. Moesten ze dan een keer... Als het vaste verkeersborden zijn... Ja, dan weten ze dan staan weet ik ze en kijken. Maar al die wisselende verkeerssituaties eigenlijk, die zijn het moeilijkst. Daar zou nog een heel stuk verbeterd kunnen worden. Ja, daar wordt niet over nagedacht. Ook de kwaliteit van de voetpaden. Maar ja, daar hebben mensen in een rolwagen nog veel meer last van. Ja. Voetpaden, fietspaden. Kan ook beter, denk ik. Het kan ook beter. Ja. Maar al bij al ben jij voor de rest redelijk tevreden met hoe het gaat. En maak je geen al te gekke dingen mee of doe je geen al te zware ongelukken. Nee. En ik zeg het, ik denk 99% van de mensen zijn goed, hè. En zijn bereidwillig om te helpen. Ik was een keer aan het station in Gent en mijn bus kwam niet af en ik moest daar eens naartoe en ik raakte niet. En ik had alweer naar mijn mama gebeld van, zou je mij dan toch kunnen komen of ik ga naar Melleke? Of ik was oplossingen aan het zoeken en er passeert een meneer en die zegt, moet je naar Melle? Ik rijd terug en die nam mij mee. Ik lift ook soms. Zomaar met vreemde mensen mee rijden. Ik zeg het, ik ga ervan uit dat... Dat is een goede bedoeling. Je moet ongeluk hebben om bij iemand verkeerd terecht te komen. Zwaar. Herkennen ze jou soms? Ja, dat ook soms. Ja. Het is te zien in welke periode. Ja. Na de Spelen liep ik soms door het station. Iemand die zei van, moet ik u helpen? Ik zeg, nee, ik ken hier mijn weg. En die bleef zo rond mij hangen. En ik dacht... Wat is het probleem? En toen zei hij van, bent u wielrenster? Ik heb u gezien op televisie, dus het gebeurt. Ja. Maar niet superveel. Zo. Nee. Maar het kan maar helpen op zo'n moment. Maar helpen. Natuurlijk. Zeg, Griet, wat is jouw link met Licht voor de Wereld? Ik denk een jaar of 5 geleden zochten ze een ambassadrice die mee een beetje... Ja, wat Licht voor de Wereld of Light of the World... in beeld wou brengen. Ik was zeker nog niet gekend. ze zijn een beetje via bij mij gekomen. Ja. En ik dacht, ik heb dan gekeken welk project dat is en ik dacht, ja, daar kunnen alleen maar voor zijn. Dus als ze mij voor iets kunnen gebruiken, dan mogen ze zeker beroep doen. En waar hebben ze jou al voor gebruikt ondertussen? Dat valt zeer goed mee. Ik was ook in het begin een beetje terughoudend, omdat ik... aan het werken was richting Rio, denk ik, en niet superveel tijd had. En dan dacht van, ja, als ik dan naar ik weet niet hoeveel beurzen of dingen moet gaan, dan gaat dat niet lukken. Dus dat was zeer vrijblijvend. En dan heb ik een keer in Leuven hebben ze een keer een actie gedaan waar ik mee ben gaan meedoen, eigenlijk. Ja. En ik probeer op sociale media... een beetje te delen als er projecten zijn of als er nieuws is van Licht voor de Wereld. Ja. Dan probeer ik hen op die manier zoveel als mogelijk te ondersteunen.
Nog niet in Afrika geweest voorlopig om de projecten te bekijken. Misschien kan ik nu een keer een... Ja, als je binnenkort veel tijd hebt. Ja. Hoewel, we hebben gehoord dat er niet zo heel veel tijd zal overblijven bij al die andere wilde projecten. Maar ik ben er zeker toe bereid, aangezien ik graag op reis ga. Ja, ze doen uiteraard ook wel hele belangrijke zaken. Hè. Ik kan me voorstellen dat als je die dingen zelf meemaakt en je bent hier geboren, je woont hier en dan lijkt het allemaal vanzelfsprekend om de nodige hulp te krijgen. Maar daar is het natuurlijk net iets minder vanzelfsprekend. Ik denk dat wij heel gelukkig mogen zijn met de geboorteplaats. Je hebt die niet te kiezen. Er zijn veel dingen in België die misschien niet goed zijn ook, maar ik ben toch... Ik wrijf in mijn polletjes eigenlijk dat ik hier geboren ben. Er is hier medisch... perfecte opvolging. De dokter zegt van, we kunnen aan retinitis pigmentosa nog niets doen. Het zal waarschijnlijk ook niet voor u zijn. Het zal nog te lang duren tegen dan ze daar wel een oplossing voor hebben. Maar er wordt hier wel onderzoek gedaan. En ik weet op zijn minst, of ik zal het weten als ze er iets aan kunnen doen. Ja. Nu mogen ze er nog niets aan doen, want anders kan ik niet meer meedoen in Parijs. dus ik moet sowieso nog wachten. Nog heel even tot na wachten, mijn wielercarrière. Ja. Maar goed, wij weten het. En in Afrika zijn ze gewoon onwetend. Ze weten dat in het Westen waarschijnlijk wel mogelijkheden zijn. Alles kost veel te veel. Dus zo projecten zijn gewoon nodig naar sensibilisering en naar zoveel als mogelijk de mensen daar ook te helpen. Ja, er is misschien ook meer een stigma op mensen met oogziektes daar dan... Hier is het misschien meer aanvaard, heb je dat gevoel ook? Dat weet ik niet zo goed. Of dan ze echt aan de kant laten. In Brazilië, toen ik daar was, ik wandel nooit met mijn stok, daar voelde ik dan mensen... In Rio de Janeiro zeker nog veel hulpvaardiger waren dan hier. Wij in België zijn mensen meer gereserveerd. Mm-hmm. Als je het hun zou vragen, gaan ze direct helpen. Maar daar kreeg ik nog veel meer de vraag van, kan ik u helpen? Of ze steken u over aan een groen licht dan. Ja, dan ze nog veel hulpvaardiger. Okay. Dus, maar dat was dan meer Zuid-Amerika, ik weet niet, in Afrika... Zal je snel moeten gaan ontdekken. Ik kan er geen antwoord op geven. Nee. Wat wens je de mensen daar toe? Wat wens je licht voor de wereld toe? Voor de komende jaren? Ik hoop dat ze zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Dat al de onnodige blindheid of slechtziendheid daar ook opgelost wordt. Het gaat vaak over makkelijke dingen. Hè? Die in België, waar al niemand een vraag over stelt... ogenlezeren, katarak. Er zijn superveel ziektes die hier... Ja. Waar dan niemand over nadenkt. Ik draag een bril. Ik wil liever geen bril meer. Ik ga mijn ogen laten laseren. Ja. Gebeurt. Ja, goed dat gebeurt, maar hinter gebeurt dat sowieso niet. Nee. We zijn al blij als ze een bril krijgen, waardoor dan ze weer kunnen zien. Ja. Dus ik hoop dat we daar superveel mensen kunnen helpen. Waar mogelijk, hè. Absoluut, hoop ik samen met jou. Wat mag ik jou nog toewensen om af te ronden? Een wereldkampioenentrui. Sowieso. Dat sowieso. En daarna, daarna weet ik het allemaal. Een rustig jaar in die kampioenentrui. Ja, en goed, dan we kunnen helpen waar mogelijk om het leven nog beter te maken voor iedereen. Top. Blijf vooral zo stralen. Dank je wel, Greet Hoed. Graag gedaan. Wil je graag meer weten over Greet Hoed en haar topsportprestaties? Surf dan zeker naar haar Facebookpagina. Die vind je terug in de beschrijving van deze aflevering. Meer info over de werking van Licht voor de Wereld en hoe jij een zichtbaar verschil kan maken, vind je op de site lichtvoordewereld.be. Tune zeker in voor een nieuwe Blind Date zeer binnenkort. Graag tot dan. Oeh, nog niet weglopen. We hebben nog een kort filmpje van een hele leuke Tanzaniaanse jongen, Alvin. En die is blind, maar wordt heel goed geholpen door de mensen van Licht voor de Wereld. Ik ben hier.
Kwanza ni yani kwa mawazo yangu mimi asingepata hii huduma. Angezarauliwa na watu. Pili kielimu asingeweza kupata vizuri kutokana na ulemavu aliokuwa nao. Kwa kweli ya kwanza nasema asante kwa kumsaidia Alvin. After ningeomba mzili tuko na moyo huo wako tusaidia. Kwa sababu kama sio nyie sijui kama Alvin angepona. Kwa hiyo tunahitaji support yenu zaidi. Asante kwa hiyo. Hoi, ik ben Kenny en zoals ze in de volksmond zeggen, ben ik content creator. Ik ben volledig blind en sommige mensen kunnen mij misschien kennen van Instagram of TikTok, waarin ik dagelijks vragen beantwoord van mensen over het leven met een visuele beperking. Waarin ik eigenlijk hoofdzakelijk laat zien dat je ondanks je beperking toch nog heel veel kan, onder andere sporten. En dat doe ik af en toe wel eens hier in het bos achter mijn hoek, waarin ik wel eens een pijltje durf schieten. Of een keer durf lopen. Ja.